Vandaag in Wegmisbruikers. Een grootscheepse alcoholcontrole door de politie Haaglanden. Hey, goedenavond. Goedenavond. Zak, hey. Hey, ik ga meedoen met Arbitro Owen Gerten. Zeikt deze beschonken bestuurder de hele boel onder? Fuck up, shit. Ik heb heel veel vragen. Ik heb dit gevraagd. Is verstandig. Nee. Wat dan? Ik heb je dit gezegd, ik wil pissen. Jij zegt nee. Moet ik mezelf inhouden? En heeft deze Audi-rijder een geheel eigen kijk op de verkeersveiligheid? Kijk, hier zit een gehandicapt kind, ziet hier niks van. En de bejaarde ziet hier niks van. Jouw salaris gaat niet omhoog. Dit is echt schatkist spekken. Dat weet gewoon iedereen. Als er één schaap over de dam is, dan volgen er meer, zo luidt een bekend spreekwoord. En hetzelfde geldt kennelijk voor deze Deense motorclub, want zodra één motorrijder de doorgetrokken streep heeft overschreden, is het hek van de dam en wordt zijn voorbeeld door de hele gang gevolgd. En dan blijkt maar weer dat ook mensen kuddedieren zijn, zoals we zien bij Assen op de N33. Surveillante Niels en Fred zitten achter twee Deense motorrijders die geen rekening houden met de wegbeleiding. Doorgetrokken strepen. Gaan ze weer. Daar mag het. Hierboven. Er staat maar meting in, hoor, waar ik ze uitlopen. Ja. Combi gestart. Gelijk blijvend. Hoeveel? Ja. 34. Ook weer, hè? Boven de 30. Drie keer. Daar, dat stijf ze hierbij, hoor. Oh, dat zullen vast landgenoten zijn. Ja. Hier, allemaal over de doorgetrokken streep. Ga even mee, zo. Ja. Dit is de hele club voor deze auto. Snel uit, de combi. Ja. 15 keer. Loopt. Nou, hier. Gaan er weer twee. Oh, dat zijn onze twee eerste. De HD12519 en de HE17934. Die haalde het er straks ook al in over een dubbele doorgetrokken streep. De hele club, maar even aan de kant anders. Ja, allemaal opschrijven. Nou, in ieder geval allemaal doorgetrokken streep. Blauw op, hoor. Ja. En met behulp van de blauwe pit wordt de hele motorclub aan de kant gezet. Deutsch or English? English. English. Driver's license, please. Ja, you can hand it over to me. Ja. Yeah. Oh, to my colleague. Ja. Yeah. Thanks. Just your driver's license, please. And then we go to the parking place over there. Yeah, thank you. We won't stay here. Ik heb nog nooit zoveel rijbewijs in één keer in mijn broekzak gehad. Nee. En nadat die zijn veiliggesteld, gaat de rit naar een rustige en overzichtelijke stopplaats. I have to wait that everybody is ready to listen to my story. Good morning. Good morning. My name is Molendijk, Dutch traffic police. But you already noticed. The point is, we drove behind you from the highway. And for two of you, we have the registration numbers on the highway. We saw already in a couple of mistakes. Okay. Speed, the lines, you know, the double lines. So okay. It's forbidden to go over. Okay. So, well. You don't have such a system in Denmark. Yeah, but when you have a line, huh? And especially a double line, it's forbidden to pass it. Eh? It's for the safety. Okay. Also the speed, it's 100. Well, 120, 130, or 35. So everybody get just one ticket. For everybody the same. We forget the speed. We forget that it's happened a couple of times. Everybody one ticket for the line. No more. That's 100 euro. And how much? 100 euro. Who? You have to pay it here. Yeah. And okay. We have an. Oh, you have a pin pass machine. And else you can pay it by cash. Maar dat blijkt al met al een hele operatie. Which bike is yours? Over there. Over there. That one? Yeah. The fine is 100 euro. And there are some administration costs that you have to pay. Those are 6 euros. So in total it's 106 euros. This is your driver's license. Yeah. And this is that you have paid the ticket. See? Yeah, that's okay. Thank you. Okay. Deze heren kunnen cash afrekenen, maar de rest van de groep wil graag pinnen. En je zal het altijd zien, het systeem blijkt niet te functioneren. Really strange. Yeah, I already tried that. Controle pas, wacht huis.
We have to go to our ATM. Goed zo, Denmark. Yeah. Okay. No problem. It's not gonna work, unfortunately. En dus gaat de rit naar de dichtstbijzijnde pinautomaat. Maar alsof de duvel ermee speelt, ook die heeft helaas het loodje gelegd. Barre. Wegwijzen. Klein stukje verderop. Klein stukje? Ja. En hoe ver is het klein stukje? Bij de kruispunt aan de rechterkant zit de Rabobank, die werkt. Als die niet werkt, we go to the other bank, is 200-300 meters further. Ja, okay. If that doesn't work, you go off free. Well, you better can say it calling? Afterwards. Maar helaas voor de Denen blijkt de volgende flappetap wel te werken. En zo kan de kwestie eindelijk worden afgehandeld. The driver's license. Thank you. Very important. Yeah. So now we have P, so now we have free ride rest of the way in yeah. How we can... I wish you luck. So, this is the copy. Yeah. And you have paid. Yeah. Yeah? Thank you. Okay, thank you. Okay, we're done. Have a nice journey. Thank you. Bye bye. Nu alle Deense motormuizen een kwitantie op zak hebben, kunnen ze hun weg vervolgen. De bekeuring voor de doorgetrokken streep bedraagt 8 maal 100 euro. Van Drenthe dalen we af naar de regio Gelderland midden in Barneveld op de Scherpenzeelse weg. Surveillante Peter en Marcel zien een bellende bestuurder tegemoetkomen. De beller. Niet een beller. Tweede auto. De bestuurder lijkt het stopteken niet echt door te hebben. Ja, natuurlijk. Goedemorgen. Ja, niet schrik hoor. Ik ben Peter Metzra van de video surveillance Gelderland Midden. We zagen u op de Scherpenzeelse weg. Ja. Al even geleden. Ja. 9:13. Ja. Mobiel bellen tijdens het rijden. Ja, dat klopt. Ja, dus daar krijgt u een bekeuring voor. Oké. Okay. Heeft u rijbewijs bij? Ik ben onderweg naar begrafenis. Ah. Ja, ik ben al laat. Dus ja. Dat nou, ik ben ook zo klaar, hoor. Ja? Uw andere voornaam is voluit, de B van? Brunette. Zou ik niet zeggen. Wilt u nog iets verklaren? Hoeft niet. Mag wel. Geen verklaring? Nee, ik heb mijn moeders auto even geleend. Mijn is wordt gekeurd. En daar zit kaakje in. Dus het is allemaal... Lastig. Ja, samenloop van. Ja. Het merktelefoon wil ik nog even weten. Nokia. Nou, stoppen is blazen bij ons, dus... Ook nog. Ja, als je een blaastestje doet. Alleen even blazen. Doorblazen. Stop maar. Dat kost de tijd niet. Dat is helemaal goed. Ja, schrik niet van het bedrag. 180 euro. Plus 6 euro administratiekosten. Dat is echt veel, ja. Oké, was dit het? Ja, dit is hem. Ja. En over een aantal weken krijgt u het giro in de bus. Oké, dag. De bekeuring voor het bellen bedraagt 180 euro. Van Gelderland gaan we door naar de regio Utrecht bij Huizen op de Rijksweg A27. Surveillanten Jos en Raymond worden ingehaald door een Citroën Picasso. Meting klopt. 140 uitloop. 160. Het valt nog niet. 370. Even bijtrappen, want dan is het wel klaar voor. Hectometerpaaltje. 160. Mijn nemen naar de benzine op. Correctie met 5 is 35 overschrijding. Oké, je gaat er maar voorbij. Stopteken geven, volgeteken. Volgeteken gegeven. 1 goede middag is er nog. Hallo. Hey. Jos van Tof, videosurveillance. Ja. We zijn gelijk bij het filmen, het is van het programma Wegmisbruikers. Dus weet je dat ook van me die praat zo geven. Ik wil graag even uw rijbewijs. En waarvoor we aan de kant hebben gezet, maar dat is dus, weet u waarschijnlijk zelf ook, als de snelheid. We hebben een meting gedaan, die mag u zo even op de video zien. Dat is 160. Dus als u even meeloopt naar de auto, laten we gelijk even de opname zien. Meneer, goeiedag. Goedenavond. De reden dat we u even aanspreken is de snelheidsoverschrijding. Ja. U haalt ons in op een bepaald moment. En dan rijden wij rond de 120. Ja. Maar mij duidelijk is dat u duidelijk een stukje harder rijdt. Dit is een geëikte snelheid, dat is onze snelheid. Ja, okay. En op het moment dat u ons inhaalt, wordt er een meting gestart. Waarbij zowel tijd als afstand tegelijkertijd beginnen. Goed, ja, dan is het voor ons een kwestie van u volgen. Mm-hmm. U ziet, onze snelheid loopt op. Nogmaals, is een geëikte snelheid. Dus op het moment dat u hier 140, 145 staat, dan zal de teller over het algemeen iets meer aangeven. Dat zal bij u ongetwijfeld ook het geval geweest zijn. Ja. Op het laatst zult u zien dat onze snelheid hoger wordt omdat we naar u toe rijden. En dan wordt de meting gestopt.
In deze meting zit dan al uw snelheidsvermindering omdat u iets uitremt voor het verkeer wat voor u komt. Dan nog komt u uit op een gemiddelde snelheid van 160. Wat vind je er zelf van als je het zo terug ziet? Ja, onverantwoordelijk. Het is op zich een normale, een gewone snelheidsoverschrijding. Geen overig verkeer in de buurt wat je daarbij in gevaar brengt. Maar toch, stel dat het plaatselijk glad is of wat dan ook, of je raakt hem kwijt. Ja. Dan zit je of aan de overkant voorbij de vangrail of je ligt ergens in de berm. Verder zelf een sportief rijgedrag valt mee. Nee, op zich wel mee. Ik ging even kijken hoe hard ik kom. Oké. Okay. Nou, dat is gelukt. Je hebt het gezien. Ja. Het zal een dure avond worden. Ja. Dit is de afschrift van de keuring. Hij is €233. Okay. En er komen nog €6 administratiekosten overheen. Ja. Wens ik je nog een prettige dag. Veilige reis. Ja, rij voorzichtig. Ja. Deze jongeman heeft een dikke prent aan zijn broek. En tot overmaat van ramp blijkt zijn auto niet meer te starten. Ja, hij is echt helemaal dood. Ben je lid van de ANWB toevallig? Ik heb geen idee, het auto van mijn auto. Dan zou je hem even moeten bellen. Moet je zelf proberen? Ik wil niet zeggen dat het mij lukt hoor. Maar je moet af en toe nog eens geluk hebben, zeg maar. Hè? Nou, Raymond, de patiënt lijkt al overleden. Dus als je het goed vindt, bellen wij alvast met de wegenwacht. Maar dan, zowaar, met een simpele handbeweging. Kijk eens. Dankjewel. Veilige reis. Ja, dankjewel. Ik ga solliciteren bij de ANWB, denk ik. Want dat gaat mij heel goed aflopen. Kijk eens aan, dit is wat je noemt de hand van de meester. De bestuurder kan weer verder en de bekeuring bedraagt €233. Straks een grootscheepse alcoholcontrole door de politie Haaglanden. Hey, goedenavond. Goedenavond. Zak, hey. Hele. Ik ga meedoen met Abitur Aron Gerten. Straks een grootscheepse alcoholcontrole door de politie Haaglanden. Hey, goedenavond. Goedenavond. Zak, hey. Ik ga meedoen met Abitur Aron Gerten. De surveillanten van de videowagen zijn dag en nacht onderweg. En het is dan ook niet uitgesloten dat ze vroeg of laat een bekende tegen het lijf lopen. De bestuurder van deze Ford Mustang valt op door de verplichte rijrichting te negeren. En of het nu om je moeder, je buurvrouw of je ex-vriendin gaat, daar kan helaas geen uitzondering worden gemaakt, zoals we zien in Utrecht op de Kardinaal de Jongweg. Surveillanten Patrick en Edwin staan voor de verkeerslichten als de bestuurder van een Ford Mustang voorbij komt. Je Ford Mustang die reed over het voorstiefvak voor rechtdoor, terwijl we eigenlijk rood hadden, om vervolgens toch rechtsaf te gaan slaan. En dit betekent dat deze Ford-rijder wordt staande gehouden. Volgaan. En vervolgens blijkt het om een bekende te gaan. Weg met Patrick, alsjeblieft. Hi. Heb je rijbewijs bij je? Nou. Ik zit net te kijken en ik denk, ik heb mijn verkeerde pasje. Ik zit net te kijken, ik denk, nee, ik heb mijn pasje. Ik heb mijn rijbewijs niet bij me. Oké. Okay. Wat een ellende. En nou? En nou? Nou ja, nou... Nou, we hebben een drama. Een drama? Nou, normaal gesproken hebben we een drama. Ja. Want ja, je moet je kunnen legitimeren. Ja, ook een paspoort bij me. Ja, nou, dat is, ook dat is goed. Oh, gelukkig, ik heb wel iets bij me. Ik zit in één keer dat ik heb wel mijn paspoort bij me. Nou, had ik toch mijn geweten, had ik mijn haar toch gedaan? Echt? Nee. Ja, je kan nog steeds je haar even doen, hoor. Oh. Mag ik hem wel even hebben? En wat was het eigenlijk? Je krijgt de bekeuring. Je rijdt net bij het over de baan voor rechtdoor. Ja. En die is groen. Ja. En wij staan voor rechtsaf, staan we rood. Ja. En dan ga je toch rechtsaf. Ja, maar dat mag toch? Ik mag niet die baan volgen. Dat doen heel veel mensen. Waarom mag dat niet? Omdat we voor rechtsaf hebben we rood. Ja. En als jij ons voorbij komt, ga je rechtdoor. Ja. En dan moet je ook rechtdoor blijven gaan. Maar je gaat uiteindelijk toch rechtsaf. Daar waar die pijlwagen stond. Ja, maar ik heb dat echt nooit geweten. Daarom dacht ik, sta ik voor rood daar weer te wachten. Ja, maar nee. Het mag niet. En het zijn heel veel mensen die zich daaraan storen. En daar krijgen ze ook een bekeuring voor. Ja, want wat je daar eigenlijk doet is door rood rijden. Ja, dat is het. Als u het zo zegt, dan is het waar. Als u het zo zegt. Nou, je hoeft geen ineens u tegen me te gaan zeggen, hoor. Dus ik moet even het een en ander opschrijven. Ja, ik zeg, daar gaat hij weer, Patrick. Ja. Nou, zit ik zelf erbij. Sorry. Het wordt weer een dure maandagochtend. Het
is nog... Ja, maar het is wel een hele dure inderdaad. Wat kan ik opschrijven als verklaring? Je dacht dat het mocht? Ja, nee, daar was ik echt van overtuigd. Dat blijkt. Edwin heeft ondertussen de bekeuring al paraat. Kijk, wat staat erop? €180. Nodig even geen fooi, hoor. Nee? Nee. Er komen zelfs nog €6 bij. Ja, dat doet allemaal leuk. Voor de administratiekosten. Ja, ook nog erbij. Nou. Maar daarvoor krijg je wel eeuwige roem. Ja, eeuwige roem. Misschien neem ik nog wat op. Heb ik straks werk en dan heb ik die €180 weer terugverdiend. Precies. Nou, dus houd hem in de gaten. Ik zal niet de boel in jik houden. Nou, nog een leuke shot met wegrijden doen dan. Ja, ik ga je nog wel aan. Hey, groetjes, hè. Nou, succes. Het valt als agent niet uit te sluiten dat je vroeg of laat een bekende tegen het lijf loopt. De bekeuring bedraagt €180. Van Utrecht gaan we naar Zoetermeer, waar de politie Haaglanden een grootscheepse alcoholcontrole houdt op de Australiëweg. We zijn vannacht bezig met de actie Zoetermeer op slot. Dat betekent dat de 6 hoofdwegen Zoetermeer uit afgesloten zijn. Er zijn controleposten ingericht. En iedereen die de stad uit wil, die moet een blaastest doen. We proberen vannacht ook voor het eerst dit apparaatje uit. Het is een snel voorselectiemiddel. Mensen kunnen heel eenvoudig een beetje lucht inblazen in de trechter hier. En het apparaat geeft eigenlijk gelijk aan of de mensen gedronken hebben, ja dan nee. Is het negatief, kunnen de mensen snel weer doorrijden. Is het positief, dan komt de echte blaastest eraan te passen. En moeten de mensen alsnog een blaastest afleggen. En deze bestuurder mag het spits afbijten. U mag even rustig, nou, u hoeft er niet op te blazen, u mag gewoon langs tegenaan blazen, zeg maar. Niet zo blazen. Ja, dank u. Hier wil ik graag een blaastest. U heeft alcohol genuttigd? Ja. Oké. Okay. Dit is een selectiemiddel, een voorselectie. U mag u nu op een normaal apparaat blazen. Oké. Okay. En dan kunnen we even kijken of u daadwerkelijk te veel gedronken heeft. Voldoende lucht. Blazen. Ga maar. Ja, ik weet hier rijbewijs bij. Tot een rijbewijs ouder is 5 jaar. Dat is prima, mevrouw. Ja? Ja hoor. Mevrouw, als u niet beginnend bestuurder zou zijn geweest, dus minder dan 5 jaar rijbewijs, dan had u meegemoeten aan het bureau. Maar ik heb net 2 biertjes, dat is niet goed. Het is sowieso onverstandig om alcohol te drinken als u achter het stuur zit. En dit is zeker, dit is gewoon, u zit net op de grens. Okay. En nu valt de grens voor u net goed uit. Ja. Maar als u een aanrijding krijgt en een verzekeringsmaatschappij, die kan wel heel erg lastig vinden. Okay. Ja? Oké, Petra. Ja. Het nieuwe blaasapparaat is weliswaar snel in het gebruik, maar sommige bestuurders moeten er wel even aan wennen. Nou, zeg maar. Ja, blazen, nee, maar gewoon in met uitje blazen. Oké. Okay. Kom dan. Nee, dus, nee, doe het niet op. Okay. Gewoon op die manier. Dat wist blazen ik. Maar. Dat wist ik. Ja. Dat wist ik. Hij is in. Oh nee, mag u de achter die auto aansluiten? Ja. Verder halen. Oh nee, ja, dat vind ik ook leuk. Maar wat is dat dan? Dit is SBS 6. Oh leuk, leuk. Kom maar. U weet hoe het werkt? Nee, dat is mijn eerste keer, hè? Je hoeft niet met die mond tegenaan, op een afstandje erin blazen. Oké. Okay. En roep stop als je klaar bent. Op een afstand? Ja, gewoon een korte afstand. Hard blazen? Hard blazen. Blaas. Kom maar. Nou, dan komt de uitslag. Een P van prima. Dat moet goed zijn. Ja, als die komt, dan is het goed. Helemaal goed. Ja, bedankt voor de medewerking. Bedankt voor de camera. Ja, doei. En snel door naar de volgende. Alcoholcontrole, mevrouw. We vragen een beetje lucht van u. Rustig blazen tot dat stopt. Iedereen krijgt een nieuwe. Oké. Okay. Ja, dank u. Ogenblikje. Hij is keurig, nog een prettige avond. Dankjewel. Rustig aan. Goedenavond. Zak! Hey! We vragen een beetje lucht van u heer. Blazen tot de herrie ophoudt. Blazen door, door. Sorry, wat zijn je precies? Oh, zo. U heeft wel genuttigd? Ja, heel weinig. Een kwart biertje misschien. Maar u heeft wel genuttigd hier dan wel. Heeft u het rijbewijs bij u? Dat kan nooit te veel zijn. Heeft u het rijbewijs bij u? Welke films en daar komen wij van zijn? Ik zou even uw rijbewijs willen zien. Ik ga meedoen met Abitur Owen Gerzen. Echt niet? Love it, Kals, hè? Dank u. Nee, meneer. De reden waarom ik naar uw rijbewijs vraag. U bent namelijk net geen beginnende bestuurder meer. Anders had u aangehouden geweest. U zit er precies op de rond. Nog niet? Ja? Nou, nog een prettig aan verder. Hetzelfde, hè? En voorzichtig. Goedenavond. Nou, die worden niet uitgereikt aan mensen die drinken. En dat deze bijrijder zo lam is als een toeter lijkt ons wel duidelijk.
Koos, we zagen net een grote alcoholcontrole en daar werd een nieuw blaasapparaat gebruikt. Hoe werkt zo'n ding precies? Ja, dit is een apparaatje. Dat ziet er eigenlijk uit als een groot mobieltje. Daarop staat een trechtertje. En in dat trechtertje moet je blazen en dan geeft het apparaat aan of je wel of geen alcohol gebruikt hebt. Maar dan kan ik me herinneren dat we nog niet zo lang geleden het ook wel over een nieuw blaasapparaat hadden gehad. En nou is er nou weer eentje. Waarom is dat? Ja, dit apparaat waar we het nu over hebben, dat is een preselectiemiddel. Geeft dus alleen aan of er wel of geen alcohol in de lucht zit. Het andere apparaat, dat is het selectieapparaat. En met dat apparaat, daar wordt dus aangegeven of er een P, een A of een F geblazen wordt. En naar aanleiding van dat apparaat ga je dus door naar het ademanalyseapparaat. Wat zijn nou de voordelen van het nieuwe blaasapparaat? Nou, de voordelen zijn dat het heel snel gaat. Hè. Je hoeft alleen maar in te blazen en dan geeft hij wel of geen alcohol aan. Je hebt geen wisseling van mondstukjes. Dat is met dit apparaat niet nodig, omdat je gewoon van afstand in die trechter blaast. Je hebt geen mislukkingen. En ja, ook mensen met ademhalingsproblemen, die kunnen best even in het apparaat blazen. Dat is geen probleem. Wat gebeurt er eigenlijk met al die oude blaasapparaten? Gaan die op de schroothoop? Nee, die gaan niet op de schroothoop. Je moet toch even het verschil nog blijven zien tussen dat preselectiemiddel, hè, dat met dat trechtertje, waar alleen geen of wel alcohol. Dat andere apparaat waar dus die P, die F en die A opgeblazen kan worden, dat blijft gewoon bestaan. Daar is inmiddels wel een nieuwe generatie van. En de oude daarvan, die zijn wel door de politie afgeschreven. En de politie Haaglanden heeft bijvoorbeeld 200 van die apparaten aan Veilig Verkeer Nederland gegeven. We rijden mee met de regio Gelderland Midden bij Velp op de A348. Surfianten Marcel en Erwin hebben een motorrijder in de peiling die ergens zo blij mee is dat hij een vreugdedansje maakt. Helemaal blij. Maar de grote vraag is, waarmee? Vision bouwen. Ja, om de snelheid eruit te halen, want daar komt hier de bult op met 83. Knietjes aan de grond gaat. Kan ook. Casting, yes, 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 yes. Kijken naar de band. Daar heb ik een hele stukje rubber gebruikt. Hij wilde waarschijnlijk inderdaad zijn niet-pes beschadigd hebben. Wat deze Suzuki-rijder precies bezielt is ons niet helemaal duidelijk, maar het moet iets met zijn motor te maken hebben. Dat is eenmalig iets, geloof ik. Huh? Gewoon man. De motorrijder is weer op zijn fiets geklommen en gebruikt de parkeerplaats als mini-circuit. Kennelijk is hij aan het oefenen om zo plat mogelijk door de bocht te gaan. De surveillanten zijn ondertussen wel heel benieuwd en besluiten polshoogte te nemen. Marcel spreekt hem aan. Hallo. Goedenavond. De Jong Verkeersplitie. Ja. Hey, wij zitten... Ja, zet hem even uit, dus praat wat makkelijker, hè. We zitten al een tijdje naar je te kijken. Oké. En ja, we vragen ons af. Je begint met het stapje van de motor af en begint te dansen. Oké. Dus, bewonderend zitten we te kijken. Van, nou, die heeft gewoon schik. Ja. Op de openbare weg. Nou ja, goed, hè. Zou je misschien er wat van kunnen zeggen, maar... Het is redelijk controleerbaar hier zo. Ja. Maar vertel eens, waarom doe je dat vreugdedansje? Nou goed, ik heb deze motor net en ik ben eigenlijk bezig met wat voertuigbeheersing. Ik heb expres hier een rustig plekje uitgekozen. En ik denk van, nou dan kan ik daar zeg maar de dingetjes oefenen die ik wil oefenen. Mm-hmm. Dus even af en toe wat remmen, wat in een bocht, even kijken hoe die aanvoelt. Dus vandaar eigenlijk, maar ik snap ook dat jullie... Maar waarom was je dan zo blij? Ik bedoel, ging het dan zo lekker in de bocht? Sorry? Waarom was je dan zo blij? Ging het al zo lekker in de bocht? Lekker aanvoelt en je bent helemaal, blij met je aankoop. Ja, absoluut. Oké. Okay. Dus Nee, je stond op een gegeven moment zo bij de motor te kijken. Ik denk, nou, die heeft minstens zeg maar de blaren op zijn banden gereden. Nou goed, ik wou wel even kijken. Ja, wacht even hoor. De bochtjes naar links, dus zal het aan die kant zitten of niet? Ja. Ik wou zeg maar even kijken hoe. Of ze een beetje rul willen worden. Nou, dat hier heb je toch wel voor elkaar. Ja. Hè? Ja, precies. Nou, mooi. Even kijken hoe die aanvoelen. Nou, als jij ons even het rijbewijs wil laten zien? Ja, precies. Dan is alles in orde, toch? Maar ik snap ook niet. En de knieën aan de grond gaat dat niet? Nee. Dat nog niet? Zo, daar was het dansje niet voor? Nee, dat mag ook niet, hè? Waarom niet? Artikel 5, hè? Nou ja, knieën aan de grond mag je wel doen, hoor. Ik zie daar geen artikel 5 in, minste. Oh, nee, ik heb gehoord dat dat wordt gezien als onverantwoord weggedrag, maar... Nee, ja, het ligt allemaal weer aan hoe je het doet, hè? Maar dat is met alle gedragingen zo, hè? Dat is dik voor elkaar. Ja? Ja. Dankjewel. Oké. Okay. Zal ik je niet ophouden? Oké, okay, top. Ja? De motorrijder mag weer verder en zolang hij zijn kunstjes enigszins binnen de perken houdt, is er niets aan de hand. Straks zeikt deze dronkenman de hele boel onder. Fucked up shit! Ik heb je gevraagd! Ik heb dit vraag. Is verstandig. Nee. Wat dan? Ik heb je gezegd, ik wil pissen. Je zegt nee. Maar, moet ik mezelf inhouden?
Zometeen zeikt deze dronken man de hele boel onder. Fucked up shit! Ik heb je gevraagd! Ik heb gezegd, ik wil pissen. Jij zegt nee. Voor de break zag u hoe de politie Haaglanden een grootscheepse alcoholcontrole hield in samenwerking met andere regiokorpsen. Tijdens de actie Zoetermeer op slot ontsnapt niemand aan de blaastest en ook vanavond hebben enkele bestuurders te diep in het glaasje gekeken. En van al dat bier moet je natuurlijk enorm pissen, zoals we zien bij een van de 6 controleplaatsen aan de Australiëweg. Tijdens de alcoholcontrole ontsnapt niemand aan een blaastest en dat geldt ook voor deze bestuurder. Rijbewijs bij u? Rijbewijs wel. Ja? Ja. Nog maar even. Plaat in de bus. Ja. Deze bestuurder heeft een aardje geblazen en is dan ook aangehouden. In afwachting van een tweede blaastest op het ademanalyseapparaat zal hij in deze provisorische wachtruimte moeten plaatsnemen. Hetzelfde geldt voor deze bestuurder die eveneens onder invloed van alcohol verkeert. Maar waar is dit voor dan? Dat zal ik u straks vertellen. Ondertussen is nog een bestuurder aangehouden die te veel gedronken heeft. Hallo, kom maar mee. We gaan dingen nog. En die heeft kennelijk al vaker met justitie te maken gehad. Hier heb ik vorig jaar al in gezeten toen ik echt van mis moest. Moet ik weer erin gaan zitten, man. Ja, wat is dat, jongen? Vorig jaar zat ik al hier in deze bus toen ik naar gevangenis moest. En nu mag je er weer in. Dan ga ik er weer in. Kom zo bij u. Mag je echt even pissen? Ja, dan kom zo meteen. Mag je even pissen? Nee, dan kom zo meteen. Nou, ogenblik. Anders ga ik hier pissen. Nou, dat lijkt me geen wijze idee. Nee, dat ga ik doen. Nou, lijkt me niet. Want dan wordt het opgeruimd door uw spullen. Ja, ogenblik. En dan voegt de man de daad bij het woord. Deze bestuurder heeft kennelijk zo'n hoge nood dat hij het geoorloofd vindt om zijn eigen cel te bevuilen. De politie kan er niet echt om lachen. Ik heb gezegd, ik wil pissen. Je zegt nee. Ik kan niet houden. Wat moet ik doen? Nou, fucked up shit. Ik heb je gevraagd. Fucked up. Ik heb gezegd, ik wil pissen. Je zegt nee. Moet ik mezelf inhouden? Fuck met die camera daar, hè? Meneer Udai Farma. Sian Farma? Nee, camera. Dat doe ik in Udai. Ik heb netjes gevraagd, ik wil pissen. Bent u meneer Udai Rashima Farma? Bent u dat? Ik ben camera officieel. Oké, wilt u dan even uitstappen? Want dan gaan we de blaastest bij u afnemen. Heb u eens eerder een blaastest gedaan? Ik heb nooit een blaastest gedaan. Blazen tot ik stop zeg. Oké, ga door. U zit nu op de helft. Niet stoppen, echt doorgaan tot het einde. U bent er bijna. Ga door. En stop maar. Dit is voor u de norm 230. Als het 235 heeft of meer, dan zal je een boete krijgen. Je krijgt hem niet meteen. Een officier die gaat het boetebedrag bepalen. Erkent u dat u alcoholische drank hebt gedronken? Ik heb gezegd tegen de collega's van jullie, ik heb water gedronken. Mag ik weten wat u de laatste 24 uur gedronken heeft? Een biertje. Hoeveel ongeveer? Twee, drie biertjes. En dat zijn glazen bier? Ja. Goedemorgen, mijn naam is Grimmering. Ik ben hulpofficier van justitie. Ja, mij is verteld dat u zojuist achter het stuur van de auto zat. En u moest meewerken aan een blaastest. En u blies, met aanzekerheid, grens en waarschijnlijkheid heeft u te veel alcohol gedronken. Want u blies boven de streep. Dat is de reden waarom u bent aangehouden. Dan verzoek ik u om nu eventjes plaats te nemen in het wachthokje. Ja? Oké. En bedankt voor de medewerking. Graag gedaan. Mag ik er weer? Ja. Ik bied mezelf aan om dit te gaan. Deze bestuurder zal nog even moeten wachten voordat hij een tweede blaastest mag afleggen. En de uitslag, die ziet u straks. Maar eerst gaan we naar de regio Gelderland Midden in Barneveld op de Baron van Nagelstraat. Surveillante Peter en Marcel zitten achter de bestuurder van een quad. Wij hebben levensgevaarlijke dingen dit. Ja. Nodig enorm uit om een beetje te gassen. Ja. Raad sturen. Ja. En een grapjes. Dit ook. Ik bedoel, als die Lupo wat doet. Hè? Dat staat dus voorbieden. Ik kan niet Volkswagen logo wegkoppen. Inderdaad, deze onderliggende afstand is domweg vragen om problemen. Tussen afstand van, wat is het? 2 meter? 2 tot 3 meter. Maar. Dat is nu heel iets meer, maar... 43 kilometer per uur. 12 meter per seconde.
Auto-lengte. Benen. En krijgen dat dan natuurlijk. Ja, vanuit Damme. Ik heb even een nummer van de melding. 76. Zullen we er omheen willen? Of, dat gaat hij niet doen. Dus het is alleen maar puur kleven wat hij doet. Zal ik eens kijken of ik hem mee kan nemen? Ja. Ik kan totaal niet zien wat er voor hem gebeurt. Maar... De surveillanten hebben genoeg gezien en geven de bestuurder een stopteken. Dit plaatsje hier. Morgen is het nog. Morgen helemaal fit, hè? Ik wil je toch even uitnodigen om in de auto plaats te nemen. Want we hebben wat beelden van je gemaakt. Ja. Ik heb hem net opgehaald. En daar worden wij niet vrolijk van. Oké. Okay. Is het de eerste keer dat je op de ding rijdt? Of, Nou, ik heb hem net opgehaald, ja. Ja, het gaat met name om de tussenafstand. Ja. Nou, dat is niet zoals het hoort. Daar breng je ook jezelf mee in gevaar. Okay. Dus, mag je naast mijn collega plaatsnemen? Heeft u een rijbewijs bij? Hey, goedemorgen. Ik heb net wel een bekeuring. Ja, dat af, ik zie het al. Dit is vanuit Baron van Nagel, ja? Barneveld. Net bij de verkeerslichtenweg. Zijn we achter u gaan rijden. Ja? Die strepen, ja, die zullen hier een meter of drie zijn. Ja. Dus aan de schaduw kun je steeds zien wat de afstand is. Ja. En die wordt niet veel groter als dit eigenlijk. Ja. De snelheid is inmiddels toch 60 km per uur. Ja. Dan kunt u zich misschien voorstellen als hij of zij voor u iets doet met het voertuig... dat, ja, u zeg maar aardig uw best moet doen om een aanrijding te voorkomen. Ja. En als hij doorremt, dat gewoon helemaal niet gaat lukken. Ja. Dan heb je enig idee als hij zeg maar deze snelheid rijdt. Hoe hard dat is. En met kilometers per uur zegt ons vaak niet zoveel. Nee. Maar meters per seconde. Nee. Deze snelheid zit je toch ongeveer aan... bij 60 zit je al bijna aan de 15, 16 meter per seconde. Met de schrikseconde erbij is het dus 36 meter. Dus eigenlijk, met die snelheid, 60 km per uur, moet je 36 meter afstand houden. Nou, wijs mij eens een punt aan als je wil 36 meter. Dat is toch een behoorlijk eind? Ja, ik denk dat het over het algemeen niet veel gebeurt. Mensen, nee, over het algemeen, we trappen er best wel veel mensen op. Ja, ja. Maar zo extreem als u het doet? Ja, niet bewust. Nee. Nee, echt niet. Maar als u dit nou zo ziet, wat denkt u dan van uzelf? Ik ga het wel een beetje in de gaten houden. Hier doen we ook weer een metertje op dezelfde manier eigenlijk. Ja, ja. En dan komen we aan een 76 gemiddeld op dat kleven dan. Ja, dat is hier vlak voor, hè? Ja, kom maar eens even dan. Kruipen er voor, ja. Wij konden er niet eens voorbij. Want ik moet dan tussen u en de auto voor u. Dat zag je net ook, hè? Ja, denk, dat kost dan moeite. Dan moet je als vader gaan dwingen om die ruimte te krijgen. Ja, ja, ja. Ja, want nee, volgens je is makkelijker dan om te bepalen. Ja, maar kijk je ook. Hey, bedankt. Bedankt voor het luisteren. Ja. Dit is de bon. Het is wel een dure. €200. Klopt, zo dik. Dus, een dure les, zeg ik wel. Ja. Ja. Maar hou er rekening mee, want dat gaat toch om hun eigen veiligheid. Ja, zeker. Dus, ja, okay. Hey, goeiedag. Hoi. Hey. Deze quadrijder leert een wijze les. Maar wel een dure, want de bekeuring bedraagt €200. Koos, we zagen net een quadbestuurder die nogal dicht op zijn voorganger reed. Nou lijkt me dat uitgerekend met zo'n apparaat niet erg handig. Nee, je bent op zo'n apparaat natuurlijk behoorlijk kwetsbaar. En je moet er niet aan denken wat er gebeurt als dat voertuig ineens aan de ankers gaat. En je moet dan stevig remmen. Ja, dan kom je natuurlijk gewoon afstand tekort. En dan knal je er bovenop. Ja, en dan kan je behoorlijk letsel oplopen. Nou, is zo'n quad eigenlijk een verzamelnaam voor verschillende voertuigen. Welke vallen er allemaal onder? Nou, je hebt de quad die niet is goedgekeurd. Die mag je ook niet op de weg gebruiken. Die mag je alleen op eigen terrein gebruiken. Dan heb je een quad die is goedgekeurd als bronfiets. Je hebt een quad die is goedgekeurd als driewielig motorrijtuig. Je hebt nog een quad die goedgekeurd is als personenauto. En je hebt een quad die goedgekeurd is als bedrijfsauto. En moet je op een quad een valhelm dragen? Nou, je moet in ieder geval op de quad die goedgekeurd is als bronfiets een valhelm dragen. De quad die goedgekeurd is als driewielig motorrijtuig moet je alleen een valhelm dragen als er geen veiligheidsgordel op zit. En de quad die goedgekeurd zijn als personenauto of bedrijfsauto, die moeten na een bepaalde datum voorzien zijn van een veiligheidsgordel. Zit die veiligheidsgordel er niet op, dan is het niet verplicht om een valhelm op te dragen. Maar ik zou het wel adviseren. Daar zien we in ons programma wel eens kinderen op die quads tegenkomen. Dat lijkt mij echt extreem gevaarlijk, moet ik zeggen. Ja, dat is ook gevaarlijk. Want je moet natuurlijk de leeftijd hebben en het rijbewijs hebben. Dus als kind mag je eigenlijk helemaal niet op zo'n quad rijden. Kinderen op een quad mag alleen op eigen terrein. En dan is het de verantwoordelijkheid van de ouders of je kind dat aandoet om op zo'n apparaat te rijden.
Volgens mij moet je zo'n kwad lekker door een weiland dragen en op je eigen terrein en gewoon niet op de openbare weg. Het is toch levensgevaarlijk? Nou, er zijn natuurlijk al meer voertuigen waarmee je risico loopt. Hè. Het rijden op een bromfiets of een motorfiets is ook niet helemaal zonder risico's. En dat geldt natuurlijk voor zo'n kwad ook. Als je gewoon goed defensief rijdt en je houdt je goed aan de voorschriften, je houdt voldoende afstand en je kijkt goed om je heen en je rijdt op een normale manier, dan moet het ook met een kwad kunnen. Eerder in ons programma zag u hoe de politie Haaglanden beschonken bestuurders van de weg plukte tijdens de actie Zoetermeer op slot. Enkele van hen zijn nog in afwachting van een tweede blaastest op het ademanalyseapparaat om zo het aantal microgram per liter uitgeademde lucht te kunnen vaststellen. Maar dat gaat niet altijd zonder slag of stoot, zoals we zien in Zoetermeer op de Australiëweg. In de alcoholbus is de sfeer allesbehalve vriendelijk. Ja, weet je waarom ik boos word? Weet je waarom ik boos word? Ik ga het je uitleggen. Ik ga het je uitleggen. Hoe jij jou gedraagt. Je moet je blazen afleggen. Ik ga je blazen. Kan ik daar nog verder praten met jou? De tussentijd mag je wel wat zeggen, ja, okay, absoluut. Oké, dan. Ga ik blazen nu, ja? Ja, ga je gang. Oké, okay, je bent nu op de helft. Nee, dat is niet goed. Even opnieuw. Je moet langer blazen. Tussentijd niet inhouden. Door blijven blazen tot je of echt niet meer kan. Ja. Of dat ik stop zeg, dan is het geblazen. Okay. Als het na die vier keer niet is gelukt, dan heb je een probleem. Dan ben je daarbij sowieso kwijt. Dus ik adviseer je gewoon even je best. Ik ga blazen, gozer. Goed zo. Oké, okay, ga door, ga door. We zitten nu op de helft, ga door. Nee, is ook niet goed. Goed inname, lippen er goed omheen. Ja, doe je het weer. Even stoppen. Ik heb lippen eromheen. Lippen omheen. En het probleem is dat je nu klaar bent. En ik heb het vermoeden dat je gewoon zit te habiteren. Dus ik zeg nu dat je nu geweigerd hebt. Dat betekent dat ik nu je rijbewijs invoer. Ik blaas gewoon normaal. Nee, je blaast normaal. Ik krijg je lippen omheen. Ik heb instructies gegeven. En het lukt niet. Het is nu klaar. Ik hoop dat jij lekker kan slapen vandaag. Ik slaap altijd lekker. Maar dat hoop ik niet. Maar ik hoop gewoon dat jij dus lekker kan slapen. En ik hoop dat jij wel eens over nadenkt over je gedrag en hoe dit allemaal is gebeurd. Weet je mijn gedrag? Weet je wat het is? Jongen, ik heb goed gestudeerd en ik hoop gewoon iets van mijn toekomst te maken. Daar heb jij niks mee te maken. Nee, ik hoop gewoon iets voor de maatschappij te betekenen. En dan mag jij denken van, hé, dit is weer gewoon zo klote allochtoon, hè. Maakt me niet uit wat jij denkt. Ik praat gewoon even voor jou. Jij hoeft niks te zeggen. Ik praat gewoon niet. Blijkbaar heb je een heel erg goed inlevingsvermogen. Ja. En je moet nu ophouden en nu ga je een grens over. En daar moet je niet verder gaan. Ik kan de hele wereld aan. Geloof mij, ik kan de hele wereld aan. Echt waar. We gaan niet zomaar weg. Nee? Nee, dat gaan we niet doen. Maar je bent nog steeds een verdachte. Ja. Je bent nog steeds opgehouden. Ja. Je kan niet zomaar weg. Nou, dan gaan we dat niet doen. Want ik ga nu vertellen wat er gaat gebeuren. Ja. Er wordt een verklaring van je opgenomen. Ja. Door mijn collega. Je krijgt een bewijs mee dat je rijbewijs is ingevorderd. En daarna krijg je een rijverbod mee. En dan, als we daar klaar zijn, krijg je door dat je het heen gezond en dan kan je naar huis. En daar kan deze beide handenbestuurder het verder mee doen. Stop maar, dit is voldoende. Oké, dan valt allemaal nog wel mee. Ja. Helemaal goed. Oké. En je bent weer op tv geweest. Geweldig. Hoi. De eerder aangehouden jongeman mag zijn tweede blaastest afleggen. Het gaat om een beginnende bestuurder die korter dan 5 jaar zijn rijbewijs heeft en dan geldt een lagere alcoholimiet. Hoe lang heb je je rijbewijs? Hoeveel jaar? 3 maanden. 3 maanden? Je bent pas? Ja. Pas 18. Oh, je bent pas 18? Ja. Je ziet er ouder uit. Okay. Je ziet er ouder uit. Echt? Ja. Nou, dank je. Ah, nee. Oké. Okay. Dat is niet leuk om te horen. Nee, dat niet? Nee. Oké. Okay. Nou, is voor jou de grens 90. 90 microgram alcohol per liter uitgaande lucht. Als straks de waarde 95 of meer is, dan gaan wij procesueel opmaken. Dat betekent dat je een boete zal krijgen. 155 zag ik. Dat is te veel. Dat betekent dat wij een procesueel opmaken. We gaan naar de rechtbank. Die zal een boete van mij opnemen. Ik weet dat het in ieder geval 290 euro is. Ik heb ook de laatste in Jakarta 290. En dan zal die nu iets hoger zijn. En hoe vaker je gepakt wordt, hoe hoger de boete zal zijn. Mijn collega die ga je nog vragen stellen. Als we daarmee klaar zijn, krijg je nog een rijverbod mee. Dus je komende 2 uur. De komende 2 uur mag je geen auto besturen. Daarna weer wel. En als dat klaar is, kan je weer naar huis. En daarmee is deze zaak voorlopig afgedaan. Koos, we zagen net dat de uitvalswegen van Zoetermeer allemaal werden afgesloten voor een grootscheepse alcoholcontrole.
Is het nou niet vrij rigoureus om zo'n hele stad af te sluiten daarvoor? Nee, als je dat niet doet, dan gaat het mis. Want wat de bedoeling is, is dat de bestuurders die vanuit het centrum weggaan, naar buiten rijden, dat die gecontroleerd worden. En als je dat maar op één of twee wegen doet en op de andere wegen niet, dan is binnen de kortste keren via de mobieltjes iedereen op de hoogte van waar de controle is. En dan rijden de mensen de andere kant uit. Nou heb ik begrepen dat deze actie de eerste is van een reeks grote alcoholcontroles door de regio Haaglanden. Maar waarom is ze in eerste instantie gekozen voor Zoetermeer? Nou, de gemeente Zoetermeer en de politie Haaglanden zijn de afgelopen periode al druk bezig geweest om het drankgebruik onder jongeren te verminderen. De actie heet Minder Drank, Minder Sores. En we weten dat er veel beginnende bestuurders zijn die alcohol gebruiken. En dan is het juist goed om zo'n alcoholcontrole in deze gemeente te houden. En wat heeft het opgeleverd? Nou, het heeft opgeleverd op 6 locaties waar gecontroleerd is. 4200 mensen die gecontroleerd zijn. Daarvan reden er 37 met te veel drank op. En in 8 gevallen is het rijbewijs ingevorderd. En de hoogst gemeten was 785 ugeltjes. Dat is 1,8 promiel. Nou, dan heb je een behoorlijke slok drank op. Nog even naar het onderscheid tussen beginnende en ervaren bestuurders. Hoeveel alcohol mogen ze maximaal drinken? Ja, ik zeg altijd dat het veel beter is om helemaal geen alcohol te drinken als je nog moet rijden. Maar de grens ligt bij de beginnende bestuurder bij 0,2 promiel of 88 ugeltjes. Hè. Dat is dus microgrammen per liter uitgeademde lucht. En bij de ervaren bestuurder ligt hij op 0,5 promiel of 220 ugeltjes. We rijden mee met de regio Utrecht in de Domstad op de Haarrijnse Rading. Surveillante Jeroen en René hebben een bellende Audi-rijder in het vizier. Ja, als je wilt te bellen, dus dan doen we dat wel. De man krijgt een stopteken. Ik zie hem op balen. Dan zet u even aan de kant omdat u aan het auto rijden bent en tegelijkertijd aan het bellen bent. Klopt. En daar krijgt u een bekeuring voor. Heeft u rijbewijs bij u? De bekeuring komt er zo uit, die is 180 euro. En er komt 6 euro administratiekosten bij van Leeuwarden. Dat heb ik niet verzonnen, dat hebben ze in Leeuwarden verzonnen. Even kijken wat hij allemaal gaat doen. Nee, de helft is maar voor u hoor. Kijk dus, u krijgt binnen een aantal weken krijgt u een acceptgirokaart thuis. Dat staat precies op hoe u hem kunt voldoen eventueel. Heeft ze echt veel geld? Ja. Heeft ze gewoon even voor ons, zeg gewoon, dat maakt niet uit. Maar echt, even serieus, moet je nagaan, 180 euro hoor. Ja. En ik vraag me nou echt af, letterlijk, wat worden wij nou beter voor? Niks. Alleen het wordt wel veiliger op de weg. Denk je? Op het moment dat u niet zou bellen, zou het veiliger op de weg worden. En daarom maken ze die boete zo hoog. Ja, wacht even. Denk je dat nou echt? Ja. Ik geloof er helemaal niks van. Nee? Even serieus, gewoon mijn mening. Hè? Ja? Zelfs je vastzit, je gaat vastzitten, ben je een zware crimineel. Ja, stel ik ben een hele zware crimineel. Het zit gewoon in mij dat ik bepaalde dingen doe. En in mij zit je vast voor 3 jaar. Kom ik eruit, doe ik het nog harder. Ga je met z'n tweeën, doe ik het nog harder. Uiteindelijk heeft alleen de maatschappij er last van en verdient de staat geld. Maar een echte oplossing heb je niet. Kijk, ik geef u geen echte schuld, want u moet gewoon uitvoeren. Dat is gewoon simpel, hè. Dat is niks mee te maken. Maar ik kijk zeg maar naar degene die het zogenaamd regelen. Hier is niks mee gebaat. Nee. Helemaal niks. Kijk, hier zit een gehandicapt kind, ziet hier niks van. En de bejaarden ziet hier niks van. Jouw salaris gaat niet omhoog. Jij krijgt geen betere beveiliging. Als ik nu uitstap en ik geef 2 hoeken, 1 liggen op de grond. Dan is je kaak gebroken. Je hebt geen beveiliging. Je hebt geen vest, snap je? Ik stap uit, ik pak een wapen en begin te schieten. Allemaal, snap je wat ik bedoel? Alleen maar puur uit scène. En ik mezelf, wat word je nou beter van? Ik kijk even. 180 euro. Ik denk, als je nou zegt 50 euro, 60 euro. Ja, maar goed, zo zijn we wel begonnen natuurlijk. Met de gordels zijn we ook heel laag begonnen. Maar kijk, u weet zelf ook wel, hè? U weet zelf ook wel. Dit is echt schatkist spekken. Dat weet gewoon iedereen. Ja, maar de draagplicht van de gordel zijn we ook heel laag begonnen. Dat werkt ook niet. Zijn ze ook steeds meer omhoog gegaan. En als je nu om je heen kijkt, dan is eigenlijk 90% van de mensen draagt autogordel. Ja. Dus het schijnt toch wel een klein beetje te helpen. Ja, maar ja. Maar het is een hoop geld, daar ben ik het met u eens. Echt, geloof mij, 186 euro. En ik ga niet overdrijven, dan moet ik echt letterlijk 3 dagen voor werken. Ja. Echt serieus, echt groot. Maar ja, goed, gebeurd is gebeurd. Het is niet anders. Tot nog een prettige dag, oké. Deze bestuurder houdt er prachtige theorieën op na, maar het boetebedrag wordt er helaas niet minder van. De bekeuring voor het handheld bellen bedraagt 180 euro.